Als je een tweede stem wilt improviseren, is het makkelijkst om dezelfde melodie te spelen, maar een terts of een sext hoger. Als je de originele melodie, terts en sext melodieën met z'n drieën zingt of speelt, krijg je een mooie zoete samenklank. En deze manier van harmoniseren heet faux-bourdon en werd al in de 15e eeuw gebruikt. In de link in de beschrijving kun je deze techniek ook leren toepassen op een koraalmelodie van Bach. Op een piano kun je dit natuurlijk gewoon spelen. Op andere instrumenten kun je kijken of je misschien dubbelgrepen kunt spelen. Of misschien kun je wel zingen en spelen tegelijk. En anders kun je de samenklank ook opbreken. Probeer eerst eens het Wilhelmus op verschillende toonhoogtes te beginnen. En dan kun je kijken of je het inderdaad tegelijkertijd zou kunnen doen een terts hoger en de originele melodie. En tenslotte zou je ook eens kunnen kijken of je het opgebroken kunt doen. Dus de eerste noot is van de gewone melodie, de tweede noot van de terts melodie en dan ga je weer naar de eerste melodie, zoals in het laatste voorbeeld.